Oh my god, mensen. Vandaag is de vrijdag. Dus zeg. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pipipi. Woppa. Nieuw dag, nieuw vlog. Voilà, we zitten nog altijd in Mallorca. Jepla. Anoukske heeft het juist goed uitgeslapen. Het is zelfs al tijd voor te gaan eten. En ze was nog altijd aan het slapen. Jongen, ga ik wel weer wakker van 6 uur of zelfs een beetje voor 6 uur. Maar ja, kijk, we zijn hier nog altijd. Dus zoals dat ik gisteren zei, hopla, is het vandaag een chill dagje. Gewoon op het gemak. We gaan naar het strand gaan, want ze spreken mega goed weer en warm weer. Normaal rond 10 uur zou het al rond 27 graden zijn. Maar ja. Het is warm, maar hier is dat wel een goede warmte. Nee, in België is dat direct zo zweten en puffen en oh my god, zo warm. Maar hier is dat ook wel warm, maar het is gewoon anders. Dus ja, kijk, voilà. Dat is het weer voor vandaag. Voilà. Het is hier altijd... Ik wil zeggen, het is nog altijd een mooi uitzicht hier. Ja, waarom zou het veranderen? Lijkt dat het de ene keer anders zou zijn. Anoushka heeft het klaargemaakt en nu gaan we eerst gaan ontbijten, want ik heb mega veel honger. En waarom in godsnaam? Ah, dacht het al, maar het was zo donker. Allee, zit ik klaar eindelijk? Allee, kom, hup. Allee. Ah, oké. Okay. Allee, money, let's go, yo. Dus we zijn hier op ons gemak aan het eten en die madame die daar zit, links van mij, staat hier die thermos staan. Dus die thermos is dus juist volledig gevuld met koffie van zo'n automaat hier in het restaurant. Sommige mensen hebben echt gewoon geen schaamte en toch als ze nou een beetje fruit gaan pakken en weet ik veel allemaal. En nog 2 flessen water gevuld en allemaal in haar rugzak stil. Ik zou het niet durven. Oké, dat je een appel of een banaan of ik veel. Oké, ja, ça va. Maar, what the fuck. Allee, dat doet nu toch niet. En dat koffieapparaat staat in het midden van het restaurant. En ze pakt ze dan gewoon zonder. She doesn't care. Maar ja, je moet een beetje van soorten en van mensen. Doet je, moest iedereen gelijk zijn, zo maar saai zijn in de wereld. Hè. Moesten zij dat nu niet doen, kan ik niks zijn in mijn vlog. Waar of niet? Voilà. Dus dank u, madame, voor uw bijdrage in mijn vlog. Allee. Hoi. Voilà, we zijn juist naar een klein apart strandje geweest. Maar dat waren er geen legstoelen en het waren er geen stoeltjes en dat zand was zo hard daar. En het waren al stenen en we hebben gezegd we gaan terug naar het strand gaan waar we de eerste dag naartoe geweest waren. Dat was echt schoon zand en daarin zitten er legstoelen en weet ik veel allemaal. We hebben ook best een reservatie gedaan, want zondag is mijn verjaardag. Ik ben ook 40 jaar en we hebben een schone locatie uitgekozen voor te gaan eten. En met een heel schoon zicht en al. Dus dan gaan we zondagavond om 7 uur gaan we daar gaan eten en ik trakteer. Ha! Wat is daarvan? Ja, ik trakteer. Het is ook wel een gezamenlijke rekening, maar ik trakteer. Voilà! Yeah.
Voilà, we zijn hier even op het strand gelegen. We hebben 19 euro moeten betalen voor onder een parasolletje en twee lichtstoelen. Maar nu gaan we eerst een keer naar de supermarkt gaan, hier een beetje verder. Want hier eten kopen is veel te duur. Het is hier 3 euro voor zo'n blikje cola. Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon zelf achter ons grief en meebrengen naar hier. Veel goedkoper. Het is wel lekker warm, hè? En dat water is gewoon zalig. Het water is gewoon niet normaal klaar en zalig. Allee, naar de supermarkt. Let's go. Het is toch wel echt moeilijk voor een winkel in een ander land waar je totaal de taal niet kent voor je plan te trekken. Hè. Ja, het is toch niet gemakkelijk? Als je, we waren aan het zoeken achter paprika chips. We hebben één soort gevonden in heel die region. Maar ja, we verstonden niet. Maar ja, we hebben ook maar één keer bij paprika. Paprika. Maar ik denk dan zou je er ook niet echt eten, paprika chips. Ja, het was al zout. Ja. Het was bijna alles. Alles was zout. Alles wel met vlees en zo, maar... Het was zout, ham heb ik gezien, pizza heb ik gezien, ja. Met kip heb ik gezien. Ik denk niet echt. Maar gewoon standaard, paprika, niet gezien. Dus we hebben Pringles gekocht met paprika, dat hebben we wel gezien, maar niet in zak. Oké, niet aan te doen, het is wat het is. Ja. Nu gaan we terug naar het strand. En toch gaan we weer chillen, nee, ja, het gemakje. Zo simpel is het. Test mij. Goed, alle. Het is wel warm, hè? Dat is die mensen. Nu zitten wij nog altijd hier in het zonneke. Hier op het strand. Voilà, zie. Het water is gewoon niet normaal goed. Even, ja, 2 seconden als je erin had, is het even fris. Maar een keer dat je erin zit, is het echt warm. Het water, het is gewoon zalig voor je te zitten. Mijn ouders zijn ondertussen weg. Die gaan waarschijnlijk naar totaal gaan verfrissen en nog een beetje gaan wandelen. Wij gaan hier nog een beetje blijven. Daar straks ben ik en mijn pa achter een zwembril geweest. Omdat ik kan niet onder water kijken, zeker niet in dat zout water, maar mijn ogen pieken er zo van. Ik zeg ja, ik ga maar achter een zwembril gaan. En het eerste winkelje dat meteen kwam was 12 euro voor één. Dan zijn we een andere winkelje ietsje verder gegaan, dat was 10 euro. En dan zijn we weer verder geweest en dat was 5 euro. Maar ja, het is ook maar 1 euro waard, want er komt meer water hierin dan dat er water is in de zee. Dus ja, zo goed werkt het ook niet. Maar wel ja, het is wat dat is. Ja, veel vloggen kun je niet doen als je op het strand ligt, hè, ja. Dus we moeten wel zien, hè, wat er nog op ons pad komt vanavond of vandaag. Maar vanavond gaan we ons dus nog een beetje gaan wandelen hier, als het donker is, en, hier in de hoofdstraat hier. Ja, we moeten wel zien wat er allemaal gaat gebeuren. Al op de gemak, hè. Het is vakantie, hè. Al op de gemak, hè. Voilà, allee. Tot een beetje later, hè. Ja, voilà zij. Ik ben hier lang genoeg op dat strand gelegen. Nu moeten we alle trapjes naar boven. Zo, en daar is onze kamer. Dus we zijn daar juist ook even weer in de supermarkt geweest. Ik heb een cola zero gekocht en nog een fles water. Het enige wat er wel aan betand is in de hotel, is dat er op de kamers geen frigo's zijn. Geen koelkasten. Dus dat is wel echt aan betand. Maar ze doen dat natuurlijk expres.
Zodat daar drinken koopt natuurlijk, want het is een warm land. En natuurlijk, anders gaat iedereen naar de supermarkt en stockeert die frigo. Maar nu kunnen we dat niet doen. Dus hebben we nu een ijskoud fles water gekocht. Anouk heeft een pintje gekocht. Ik heb nog een Cola Zero gekocht. En een grote latte chocola. Met hazelnoten. Lekker. Vree lekker. Oeh, wel bij de nas van die trap te doen. Aan het ieder, zo. Ja, dat is dat. Ah ja, hè. Oeh, mooi. En hier zijn twee trappen normaal, hè. Oeh. Oeh. Wat? Ah, nee, nee, nee. Zo. Oh, wacht, hè. Oh, wat dan nu? De verkeerde trap gepakt. Ja, vanmorgen hebben we andere gepakt. Wij zijn de verkeerde trap gepakt. Nee, nee, dat hebben we de eerste keer gedaan. Oh. Dan is het hier naar boven. Ik weet het niet meer. Hé, hey, komt dat nu? Dat was een zo. Ja, we zijn even alleen. En we vinden onze baan gewoon mee. Help. Alsjeblieft, help ons. Voilà, zie mensen. We zitten op ons terrasje, op de kamer. Anoukske heeft haar pintje open gedaan. Haar San Miguel Radler. Mag ik het proeven? Mag ik het proeven? Mag ik het proeven? Het is met, ja, met citroen. Daarom noem ik het Radler zeker. Dat wil dat zijn. Gewoon naar Frankrijk. Ja? Ja, dat is niet slecht. Lekker. Doe ik het op lekker. Klaasje, mens. San Miguel. Radler. Speciaal. Cerveza Premium Internationaal. Dus ondertussen heb ik een goed kleurje gekregen. Het is wel een beetje meer rood dan bruin. Anoukske is wel schoon bruin. Doe ik hier. Piep. Jepla, dat was een exclusief, hè? Ja, het is erg. Zo bruin dat is het. Kijk, daar is strand. We hebben dan ook een stukje chocolade gekocht. Bam. Goed, lekker. Dus daar gaan we ook een stukje van eten. Ga je dat een keer openen? Ik heb echt wel hoesten in een stukje chocolade. Je kan het ook eens maken, een stukje chocola. Zeker met noot. Ik eet het liefst van al melkchocolade met hazelnoot. Mega lekker. Ik heb ook best nog een Cola Zero gekocht. Zonder cafeïne. Voilà. Neem nu een tijd, zou ik zeggen. Ja, maar ja. Ja, maar ja. Maar ja. Ja, we moeten het zo opeten misschien. Ik zal er zo van bijten natuurlijk. Zo goed. Gaan ook van bij? Milka, dat is toch Belgisch? Nee, dat is Zwitsers. Goeie, Milka? Milka is Zwitsers. Ja? Goed dan. Oh. Dat weet ik niet. Ik ga een keer moeten opzoeken. Ik ga het ook nog weten te zijn. Staat dat erop? Nou, neem nu een tijd, zou ik anders zeggen. Milka, is dat niet Belgisch? Nee? Ik weet dat eigenlijk niet. Maakt niet uit. Kijk, hoe? We gaan hier nog een beetje chillen hier. We zijn eigenlijk al niet om dag aan chillen. Vandaag is chilldag. En dan gaan we gaan eten beneden in het restaurant. En dan gaan we nog een keer weg. We gaan nog een keer weg hier in het stadje zelf. Een keer gaan kijken wat er allemaal open is. En daar nog een keer iets gaan drinken. Goed. Allee. Tot z'n beet. You. Voilà. 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 We gaan eten. Verrassen. We gaan eten. In het restaurant van Totaal. Oh,
Ja. Dromen mee gewoon drinken. Ja, ze zeiden tegen ons, allee, je komt niet meer bij ons. Ik zei, allee, dat is goed, hè. Ja, in totaal, hè. Ja. En zoals dat ik dus vorige keer zei, het is tot de laatste minuut, dus dat ze open doen, we staan hier weer ons eerste. We zijn ook magisch. Nog twee minuten wachten. Ik heb wel een kleurken, hè? Ja, een beetje... Amai. Ja, oké. Okay, Lazi, we gaan een keer in gaan drinken in de stad. We gaan dus voor de 77e keer die trap neer doen. Houd het moeder? Ja, het moet wel, hè? Ah ja, hè? Wat moet, hè? Moet je niet, hè? Moet je hier blijven doen? Ja, het is die geld dat vroeg vooruit gewoon. Ja, dat stuk in nacht. Dat is voor dit. Droomkoord. Maar kijk, ik begin al frisjes te worden. En er komt zo een beetje wind op. Dus heb ik mijn truitje nagedaan. En jij hebt je giletje nagedaan. Giletje. En dan ook je giletje mee. Maar dan ook je like, nog niet koud. En dan ook niet te klein, hè? Ja. Goed, allee, let's get drunk. Oké, dus mijn pa gaat keer vooral vertalen wat hij mosselswis gaan eten in Bredun. En ze zijn blijkbaar gegroeid. Allee. Zet, kimoet. Hey, hij is al zat van zoveel te drinken. Ja, jongens, echt. Allee, wat is het? Allee. Ik wil echt mossels gaan eten, maar ik op terras en een chimère gaan drinken. Een bruine chimère gaan eten. Ja. Ik ben bijna heel hard gedronken. Maar nee, anders ook niet. Ja. Ik ben heel hard gedronken. Ja, omdat het zeker een mens tot er weer in. Ja, kijk, ik heb ook maar hard gedronken. Ja, maar anders verstaat bijna niet. Ja, niet te doen. Echt, ik heb mossels gezien, dat was niet normaal. Alles hangt dubbel, dus ik heb weer mossels gezien. In Bredun. En zijn goed, nee, dat tegenwoordig. Echt hoor. Ze zijn gegroeid. Ze zijn gegroeid. En vroeger wat kleintjes. Klein mossels. Zo schaalt, nee, maar die mossel. Dat is normaal. Dat was uw verhaal. Dus hé, moraal van het verhaal, de mossels zijn gegroeid. Santé. Ja man, dat is straf toebaks, hè. En hoe is uw sangria? Ja, straf, jongen. Straf, niet normaal. Je moet wel een keer drinken, hè? Ja. Hij drinkt een keer. Ja. Voor de vlog. 3 sloken. Allee. Nee, 1. Maar wel drinken, hè, papa? Dat is niet drinken. Dat is... Ja, wat? Ja, maar we... Oh my god. Wat moet ik anders doen? Allee, je moet wel drinken, hè. Ja, het is niet verminderd. En dat fret niet op, hè. En dat fret moet niet op, hè, want dat trekt alcohol in. Maar dat is lekker. Dat is gezond. Fruit is gezond. Goed, allee. Dus ik heb een mojito, jij een sangria en zij heeft een tequila sunrise. En hij heeft een coca zero. Whisky. Een whisky cola zero. Ja. Allee, salut. En, het gesmaakt? Hé. Mucho lekker. Het gesmaakt? Dat is lemon, hè? Dat is lemon. Ze is al zat van een cola zero, die. Het is geen lemon. Dat is geen lemon. Allee, mijn is ook op en we zijn weg, hè. Let's go. Yo. Allee, santé, hè. Hey. Zo enthousiast, hè. Was-ie, mensen, we zitten hier in het volgende etablissement.
Voilà, meer gezellig hier en al met olijfbomen en Anouk. Voilà, ik ga nog een keer een mojito drinken, dan een keer iets anders. Jij gaat zijn 77 Fanta Lemon drinken, bruiswater en sangria zonder, bijna zonder fruit. Ja, het zijn bijna geen fruit, maar het zijn wel weer van die ambetante karton rietjes. En dat hebben we niet graag. Hè. Dat is ambetant. Maar oh ja. Allee, we gaan een keer proeven, zie. We gaan een keer proeven van de mojito. Hè. Allee, een keer een roeren. Dit is goed gezien, zie. Allee. Dit is mok niet laat zien. Ah ja, dat is ook straf een tabak dat. Tabak. Tabak. Hey, we zitten hier dus nog altijd. Waar zijn we hier eigenlijk? Nee. 20 kilometer. Dus we zitten hier nog altijd in de San Agustin. Mijn sangria. Mijn mojito. Hij raakt me niet op. Het was wel lekker. Wel goeie, het was straf mojito. Hoe was uw Fanta Lemon? Ah, hij is nog niet op. Dat is straf, straf. Ja, dat is niet helemaal. Het is goed dat hij een lemon drinkt, want goed. Mm. Hey, maar we zijn toch weg, hè? Ja, goed. 20 kilometer zicht. Het is wel gezellig zitten. Ja. Het is gewoon goed. Het is gewoon goed. Ja, sommige. En toen spoel vier. Ja, het zit een beetje in mijn hoofd, de mensen. Ja, sorry. Kan gebeuren, hè? Kan gebeuren. Maar ze biedt, gaan we naar totaal, maar we gaan eerst nog een koffietje gaan drinken. Want dan ook een goesting achter een koffietje. Juist of niet? Ja, ik ga ook een koffietje drinken. Ik ga ook een koffietje drinken. Kan ik geen koffie drinken? We moeten nog een koffietje nemen. Een koffie? Koffie? Uno koffie? Maar we gaan wel ergens anders gaan. Want dat is een totaal. Een totaal. Een totaal is gesloten. Hè. Het is 11 uur. Daar is maar tot 10 uur. Nee, het is echt waar. Ja, nee, echt waar. Ik heb gekeken. Ik heb gisteren gekeken en het was maar tot 10 uur. Wat triest is dat? Geloof mij toch. Maar een biljart is wel maar goed. Met een biljart is nou. Ja, het is 2 euro voor biljart. We hebben, hey, ben je dat wij zo rijk zijn misschien? Dat is niet omdat ik Pepe Blue ben, dat geld op mijn rug groeit. Ik betaal niet. Nee. Ik heb veel banken biljart. Ja, hij met een biljart altijd. Nu is het gewoon tijd voor een koffietje. Maar we gaan eerst mijn mojito uitdrinken. Oh, ja. Dit is een bodem van mij, hè? Een bodem. Dat is zeker. Ja, ik heb het al. Heb het al? Hou je al echt uw Fanta uitdrinken? En genoeg? We gaan zijn weg en we gaan een koffietje gaan drinken. Let's go, yo. Voilà, die mensen. Geen koffie meer. We zijn gewoon naar huis gekomen. Alleen naar huis, naar totaal gekomen. En we gaan gewoon dodo doen. Want we zijn eigenlijk allemaal super, super moe. En ook is nog een plasje aan het doen. Maar dat gaan we niet filmen natuurlijk. Want dat is een beetje ja, privé, hè. Ja. Goed, oké. Ik ga mijn bedje krimpen al sinds. Dat is het. En morgen gaan we naar een rond kasteel. En dan gaan we met onze voeten en bij vissen of zo, weet ik veel. We gaan het wel allemaal zien. Oké, allee. Salutjes, hè. Tot de volgende keer. Abonneer op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. Salut, yo, salut.